Eimond Nieuws maakt een portret van familiebedrijven. En in dit geval van familiebedrijf Bob Hess. Bob Hess, al 64 jaar een begrip in Heemskerk en wijde omgeving. Mirjam van Heijst, jij bent de eigenaresse van deze zaak. Ze had een hele mond vol, maar het is ook een heel lang verleden. Hoe is het tot stand gekomen? Mijn ouders hebben het opgestart. En die zijn eigenlijk heel klein begonnen als een houthandeltje in een garage. Zo is het langzaamaan gegroeid naar steeds meer producten, verf, zonwering. Toen kwam eigenlijk het grootste deel speelgoed. Daar hebben ze het heel lang mee doorgezet. Vervolgens is van de speelgoed uit langzaamaan wat meer hobby gekomen. Meer echt richting hobby, speelgoed afstotend. Ja, en dat is het eigenlijk nu nog, hobby, maar dan in de grootste zin van het woord. Nog even over het verleden, want de omstandigheden 60, 65 jaar geleden waren natuurlijk heel anders als zo'n mooie, moderne winkel tegenwoordig. Weet je daar iets van te herinneren? Nou ja, vanaf de garagetijd weet ik niet, heb ik niet meegemaakt. Ik weet alleen dat op een gegeven moment de winkel in de Beethovenstraat, toen waren wij kind en dat hebben we natuurlijk wel meegemaakt. Ja, dat ging heel anders. Wij liepen in en uit. De spullen lagen overal, de winkel was niet heel netjes georganiseerd, maar je wist niet anders. Het was gewoon gezellig, ja. Want ik las ook op de site dat jullie het toen en misschien nog de winkel van Sinkel noemden. Dat gaf een beetje aan hoe jullie erin stonden in de praktijk. Ja, eigenlijk hebben mijn ouders altijd al gehad van, oh dat vinden we wel leuk, dat gaan we er ook bij verkopen. Dus steeds meer producten erbij. Ja, en eigenlijk hebben wij dat natuurlijk overgenomen, voortgezet. En doen we nog steeds als we denken van, ach, dat heeft ook wel een leuke raakvlak. Vinden we een leuk product, doen we het er ook bij. Ja, en we proberen zoveel mogelijk oude producten, waar we nog aan kunnen komen, ook in het assortiment te houden. Dus ja, dat maakt ook een beetje de winkel van Sinkel, denk ik. Ja, en daar zijn jullie heel sterk in, want als je iets nodig hebt op dit gebied, dan moet je naar Bob Hess in Heemskerk. Ja, dat is ook een verzameling van jaren, hè? En de huidige ontwikkeling, Mirjam, hoe zie je dat? Hebben jullie personeel? Doen jullie het alleen met z'n tweeën? Nee, we doen het met z'n tweeën. Af en toe dan hebben we tot voor kort eigenlijk ook nog wel hulp van mijn vader erbij gehad. Daarvoor ook nog wel van mijn moeder. Maar voor de rest doen we het eigenlijk gewoon met z'n tweeën, ja. Dus ik vraag altijd naar een specialiteit van de zaken, van de winkel. Maar dat is in dit geval heel moeilijk, want jullie hebben zo verschrikkelijk veel, nou, honderden artikelen. Een specialiteit kan je niet noemen, hè? Nee, eigenlijk niet. Het is, als je kijkt in de winkel, is een hoofdmoot wel kunstschildersproducten, modelbouw en alles wat eraan vasthangt. Maar ja, ook heel veel hobbyproducten worden tegenwoordig bij het kunstschildersgebeuren eigenlijk gebruikt. Dus het is heel uitgebreid, ja. Mensen hebben meer vrije tijd gekregen, dus dan zou je zeggen, dan gaan ze dus hobbymatig verder aan de gang. Kan je dat merken? Dat is heel verschillend. Je merkt wel dat de invloed van social media heel sterk is. Op het moment dat er een TikTok-filmpje, YouTube-filmpje, nou dat merk je dus, daar zijn mensen gevoelig voor. Dus je hebt eigenlijk twee categorieën. Je hebt mensen die gaan mee met de mode, zeg maar, wat er op dat moment in is. En er zijn mensen die hobbyen gewoon en die blijven dat doen. Iemand die borduurt, die doet dat jaren. Iemand die schildert, die blijft daarmee doorgaan. Maar mensen bestellen via de site, maar mensen vinden het ook heel fijn om iets in handen te hebben wat ze wilden kopen. En dan ben je hier op het goede adres. Ja, dat valt allemaal te zien en vast te houden inderdaad. Ja. Mirjam van Heijst, er gebeuren zoveel mooie dingen, trieste dingen in de loop van zo'n 60, 65 jaar. Kun je er iets over vertellen? Wat schiet je te binnen? Nou ja, waar we heel veel plezier van gehad hebben is met speciale momenten in het jaar een aangepaste etalage te maken. Eigenlijk vooral mijn man Kees, die vindt dat heel erg leuk om te doen. En die past dat dan echt aan op de situatie. Nou ja, zo hebben we ooit, is er een wedstrijd voor de Sinterklaas etalage uitgeschreven. Daar hebben we dus een eerste prijs in gewonnen. En dat was gewoon, het was gewoon leuk. Het was gewoon genieten, het was gewoon plezier. En later hebben we dat met de Halloween-etalage ook een keer gehad. Die hebben we ook gewoon helemaal aangekleed, versierd. Ja, en daar hebben we ook verschrikkelijk van genoten. Ja, daar hebben we ook de klanten en voorbijgangers van genoten. Dus ja, echt leuk. Ja.
Mirjam, hoe zie jij de toekomst? Want sommige ondernemers die zeggen, oh, daar ga ik volop in. Jullie werken al 65 jaar in deze zaak. En wil je dat nog 65 jaar voortborduren? Heb je opvolging? Of hoe zie je dat? Ja, nou ja, dat is een klein beetje moeilijk natuurlijk. Ik heb er nu nog alle vertrouwen in dat wij wel gewoon doorgaan. Alleen, het wordt steeds moeilijker. Je moet er heel erg veel voor doen om bij te blijven. Je moet er heel erg veel voor doen om toch ervan te kunnen leven, zeg maar. Maar je hebt nog heel veel plezier om elke dag hier naartoe te gaan. Dat zeker. Heel veel leuk in. En we vinden het ook nog leuk om nieuwe producten aan te schaffen. Een nieuw assortiment erbij te nemen. Daar hebben we nog steeds heel veel plezier in. Toch wensen wij van Eimond Nieuws jullie heel veel succes naar de toekomst toe. Bedankt. Ze vragen gemeenten om aandacht te besteden aan sociaal isolement en eenzaamheid. Op welke wijze gaat de gemeente Castricum daar aandacht aan besteden? Nou, we hebben in onze gemeente een kernteam 1 tegen eenzaamheid. En daarin werken allerlei partijen samen om met elkaar activiteiten te organiseren voor een hele brede doelgroep. Want we zien dat eenzaamheid eigenlijk niet alleen over ouderen gaat, dat denkt men soms wel eens. Maar het gaat om heel veel verschillende groepen. Ook jongeren, ook middengroepen, alleenstaande moeders, mensen met een migratieachtergrond. En zo proberen wij in die week juist nog meer aandacht dan dat we al doen te besteden aan deze groepen. En te hopen dat er ook mensen naar activiteiten komen natuurlijk. Vooral de mensen ook die dit zien. En wat je vaak ziet in mensen die echt eenzaam zijn, die voelen best een drempel. Letterlijk bijna van hun eigen huis. Om daarover te stappen en weer deel te nemen aan de samenleving. En ik hoop ook dat in die omgeving van deze mensen probeert die signalen ook bij ons te brengen. Bij het sociaal team, bij het maatschappelijk werk. Want we willen echt graag er weer aan de slag. Goedemorgen Siska. Goedemorgen. Wat een bedrijvigheid hier op de Bretagnestraat. Ik zie zoveel mensen. Wat is er aan de hand? We hebben vandaag een opruimdag. En dat wil zeggen dat wij de mensen in de gelegenheid stellen om hun woning op te ruimen. We gaan straks renoveren en dan moeten heel veel kamers vrijgemaakt worden omdat de aannemer daarbij moet. En het is het initiatief van de aannemer zelf om de mensen te helpen om alvast wat op te gaan ruimen. Welke bedrijven zijn er die er allemaal aanwezig zijn? Sowieso de aannemer van Wijnen. Metheemskerk helpt ons, Woon op Maat. Rottenplan is aanwezig en de bewonerscommissie is ook heel actief om ons hierbij te helpen. Is het allemaal gelukt op één dag om het allemaal bij elkaar te krijgen? Ja, dat is gelukt. Daar alle credits voor Saskia Koevoets van Wijn, want die heeft het eigenlijk georganiseerd. En wij doen daarin mee. Maar het is zeker gelukt, ja. Ik zie 3 containers, maar die zijn na een dag al vol. Ja, dat was buiten boven verwachting. En we zorgen er wel voor dat er nog extra containers geplaatst gaan worden. En dit eindigt straks om 12 uur. Iemand van de bewonerscommissie heeft straks de sleutel van de containers. Dus ook in het weekend of straks na het weekend op maandag kunnen er nog spullen afgeleverd worden. Hoeveel huizen worden hier gerenoveerd in de Bretagnestraat? In de Bretagnestraat zijn het 39. Het totale project beslaat 99 woningen. Waarbij we straks nog een opruimdag organiseren voor de Normandielaan en de Lombardijstraat. Wat gaan ze precies doen aan de woningen? We gaan de woningen verduurzamen. Dat houdt in dat wij, zeker ook deze woning, ook de daken hier worden geïsoleerd. De muren worden geïsoleerd, alle kozijnen worden vervangen, voordeur, achterdeur wordt vervangen. Dus we zorgen dat de woningen beter geïsoleerd zijn, zodat de mensen daar straks meer comfort van hebben en dat de energie, het energieverbruik naar beneden gaat. Ik zie een aantal woningen die al leeg zijn. Waar gaan de mensen zelf naartoe? We doen het in bewonerstaat, want het werk wordt zoveel mogelijk vanaf de buitenkant gedaan.
Er worden ook wel badkamers, keuken en toiletten vervangen. Maar we zorgen dat bewoonbaar blijft, dat het leefbaar blijft. En de mensen hebben ook een keuze gekregen om een compo-vloer te plaatsen. Dat is vrijwillig. En de mensen die daarvoor kiezen hebben de gelegenheid om een week gebruik te maken van de logeerwoning op de Bilderdijkstraat. Jullie gaan van start met de Bretagnestraat. Over hoeveel weken of maanden is deze straat helemaal gerenoveerd? We verwachten dat Van Wijnen echt van start gaat half oktober. Dat heeft te maken met bouwvergunningen die hier nodig zijn. En we verwachten dat we voor de Bretagnestraat dat we ongeveer begin volgend jaar, zeg januari 2024, klaar zijn. Dat we door kunnen naar de Normandielaan. Weer een hoogtepunt voor het RKZ of kan ik beter zeggen een doorbraak? Maar inderdaad, letterlijk een doorbraak is het volgende hoogtepunt. Want wat we vandaag mogen gaan doen is de verbinding maken tussen de nieuwbouw, die iedereen natuurlijk van de straatkant kan zien hoe die vordert, en het bestaande deel waar we nu staan. En met het restaurant, met het beddenhuis en de polyklinieken. En vandaag gaan we de verbinding maken tussen dus het oude en het nieuwe deel. Dus inderdaad een groot hoogtepunt weer. En wie gaat dat uitvoeren? De doorbraak zal gedaan worden gezamenlijk door Marius Touwen en Harry van Zandwijk. Dat zijn degenen die vanuit de bouwhoek en vanuit de financiële hoek, de eigenaar van het ziekenhuis, natuurlijk mede mogelijk hebben gemaakt. De verbinding die gemaakt wordt tussen het oude ziekenhuis en de nieuwbouw. Vanaf nu is het niet meer één ding op de parkeerplaats, maar het is één gebouw waar de gezondheidszorg door RKZ geleverd wordt. Op een hele moderne en toekomstbestendige manier in een gebouw waar we eigenlijk onze vingers bij af gaan likken als het straks klaar is. We hebben hier een ziekenhuis, we bouwen er een stuk aan en het ziekenhuis wordt beter en we gaan nog meer presteren. Want daarna moeten we ook nog binnen aan de andere kant, aan deze kant aan de slag. Want ik kan wel zeggen, ik lag hier voor een knie, dat heb je zo nu en dan moet er op mijn leeftijd een nieuwe knie ingekneuteld worden. En als je dan klaargemaakt wordt voor de operatiekamer, dan gaat de verpleging gaat vragen, en hoe gaat het nou verder? Krijgen wij ook een goede doorgang en zo? En ik denk, ja, zo die knie moet goed gaan, dus ik heb van alles beloofd. Ja. Maar zo doe je dat dan, ik denk, ja, we gaan. Ik zei, ja, het wordt helemaal geweldig. Dit is weer een bijzonder moment. Na het eerste paal, exact wat ik begreep 6 maanden geleden, staan we hier alweer voor het hoogste punt. En dat is eigenlijk best wel een mooi staaltje van werk. Ik ben enorm trots eigenlijk met name op de samenwerking tussen eigenlijk alle disciplines van het ziekenhuis. Het expertteam die ingehuurd is en ook aangevlogen. En de bouwdirectie van het ziekenhuis. En ook de gemeente. We worden enorm goed ondersteund met toch de lastige verkeerssituaties waar we mee te maken hebben. En we krijgen alle medewerking. En ik denk dat het echt een compliment is voor eigenlijk alle betrokkenen. Het expertteam, de gemeente, maar ook de hele bouwdirectie. En natuurlijk ook Marius en Peter. Dat wij op deze wijze, op deze locatie, nou eigenlijk dit kunnen bouwen met z'n allen. Want hoe staat het verder met de bouw? Die vordert goed. Er is natuurlijk heel veel vanaf de weg te zien. En jullie kunnen vandaag ook weer een stuk vanaf de binnenkant laten zien. De verbouw ligt allemaal op schema nog. Dus wij hopen dat we volgend jaar toch echt wel een pand in gebruik kunnen nemen waar de hele Eimond profijt van heeft. Zijn er nog uitdagingen? Die blijven er natuurlijk altijd, uitdagingen. Maar eerlijk gezegd heeft iedereen alles goed in de smiezen. Liggen alles goed op plan. En alles wat we eventueel tegenkomen, wat een vertraging zou kunnen opleveren, dat wordt verholpen. Er zullen wel misschien patiënten zijn die last hebben van bouwoverlast. Er zal best geluidsoverlast gaan met het bouwen natuurlijk van zo'n groot gebouw. Maar dat proberen we tot een minimum te beperken. En gelukkig hebben we ook niet heel veel patiënten die zich bij ons daarover beklagen. Dus we denken dat de bouw en onze collega's er goed rekening mee houden dat de patiënten zo min mogelijk overlast hebben. En wanneer is het nou helemaal klaar? Nou, eind volgend jaar zal het zo zeker zijn, maar rond oktober hopen we toch echt wel te kunnen gaan vieren dat we het in gebruik gaan nemen. 2024. In het hart. Zeker zo'n gemaakt. Hey.
Weer een doorbraak voor het RKZ. Ook voor de gemeente Beverwijk? Jazeker, super mooi om te zien dat de verbouwing gestaag loopt. En naar planning loopt, hè, want het was de bedoeling dat vandaag het hoogste punt zou worden bereikt. En dat is gelukt. De gemeente heeft vooral geholpen, in ieder geval begeleid bij, bij het traject als het gaat om de omgevingsvergunning. En heel mooi om te zien dat nu na het verlenen van de omgevingsvergunning de verbouwing ook goed verloopt. Ben je onder de indruk? Nou ja, het is heel mooi om te zien hoe oud en nieuw bij elkaar gekomen zijn vandaag. En het is natuurlijk even afwachten hoe de binnenkant er echt uit komt te zien. Want het ziet er nu allemaal als beton en staal uit natuurlijk. Dus het moet nog een ziel krijgen. Maar dat zal volgend jaar natuurlijk een heel ander gezicht krijgen. Van het Baafje. Dat klopt. Het einde van het seizoen. En wat gebeurt er allemaal? Ja, dat is een jaarlijks terugkerend iets. Het hondenzwemmen, dat doen we altijd als afsluiting van het seizoen. Normaal gesproken hebben honden natuurlijk nooit de kans om in een zwembad te zwemmen. Je kunt je enigszins voorstellen dat dat smerige taferelen oplevert. En vandaar dat we dat echt op de laatste dag van het zwemseizoen doen. Ja. En je ziet achter mij wat voor gigantisch succes het is. En het wordt elk jaar drukker. Ja, want je zegt het eigenlijk al. Het is allemaal niet zo. De hygiëneregels, die worden met voeten getreden. Die worden met vier voeten getreden zelfs. Dus het is echt wel de laatste keer dat het bad op deze manier gebruikt mag worden. Absoluut. Morgen gaat water eruit. En dan gaan we het winter klaarmaken. Ja. En ik zie dat het niet alleen voor honden is, maar zelfs de baasjes, die duiken er ook in. Ja, dat is natuurlijk 1 en 1 is 2. Dat vinden ze natuurlijk leuk om er ook nog even in te kunnen plonsen met die hondjes. De hondjes vinden dat leuk met de baasjes. En die interactie is prachtig om te zien. Ik zie ook dat sommige honden die houden heel erg van rennen om het zwembad. Ja. En er zijn ook honden die houden van zwemmen. Ja. Is daar iets, welke honden houden nou van zwemmen? Ja, nou ja, dan heb je het over de poedels, de golden retrievers, de Bennett Sennis. Dat zijn toch echt wel de honden die zwemmen. Alhoewel er ook weer uitzonderingen zijn, want er zijn ook van dat soort honden die er niet in gaan. Het zwembad is dus hierna dicht. Ja. We hebben een prachtige laatste week gehad eigenlijk. Je hebt nog iets verlengd zelfs. Ja. En wat gaat er nu gebeuren? Al het water eruit? Nou ja, je zegt het. We hebben natuurlijk als kerst op de slagroom die prachtige mooie september zomerweek gehad. Met als resultaat dat we in een week tijd nog ruim 10.000 bezoekers hebben gehad. En met de mazzel dat omliggende zwembaden al dicht waren. Dus goed, daar spinnen wij weer garen bij. Morgen is het sluis. Dan gaan we het winter klaarmaken. En vanaf oktober gaat er een grootschalige renovatie plaatsvinden. Dan gaat al het leidingwerk, wat ruim 50 jaar oud is, dat gaat eruit en dat wordt vernieuwd. Dus volgend jaar, mensen zullen daar niks van merken. Nee. Alleen de technische mensen die hier werken, die zullen daar iets van meekrijgen. En als resultaat, zullen we wat beter watermanagement hebben. Dus volgend jaar hebben we weer een hartstikke schoon bad. Daar kun je van op aan. En de mensen die gaan er natuurlijk wat weinig van werken. Maar we hopen natuurlijk wel op geweldig mooi weer. Zodat we weer een leuk seizoen kunnen hebben. Nou, het is afwachten. Garanties heb je nergens meer. Ja. We hebben 10 weken heel slecht weer gehad. In juni een paar mooie weken. Nou ja, nogmaals, deze prachtige week heeft ons weer een beetje omhoog getild. En heb je zelf ook een hond? Ik heb zelf geen hond. Nee. Maar als je hem had gehad, dan had je er zeker? Dan had hij er zeker in gelegen. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Ja. Ja, maar nee, ik heb geen hond. Slip sliding away. Slip sliding away. The nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe.
prachtige tuin op het Muziektuinenfestival. Hoe is het zo gekomen dat jullie je tuin en je huis eigenlijk ook bijna hiervoor beschikbaar stellen? Dit is de derde keer dat we meedoen met het Muziektuinenfestival. Het eerste jaar zagen we van Han Hevel een oproep. En aangezien we een mooie tuin hebben en van muziek houden en we onze tuin ook altijd met de Open Tuinendagen van Groei en Bloei openstellen, leek ons dat heel erg leuk om daar ook aan mee te doen, om mensen de kans te geven in onze tuin te komen luisteren naar muziek. Nou, we hebben net naar de eerste voorstelling geluisterd. Wat vonden jullie ervan? Wat we net gehoord hebben is voor mij heel precies wat ik hoopte dat het zou zijn. Dus zeer divers en zeer muzikaal, over landen heen. Kijk, ik vind amateurkunst, dat is niet zomaar iets. Dat is vaak voor mensen zelf, en ook zij die ervan genieten, veel belangrijker dan allerlei duurbetaalde en professionele kanten. Dus ik vind amateurkunst, die mag een steun krijgen. Ik ben heel blij dat dit gebeurt. En als we dan zo'n podium kunnen vormen door de tuin die er toch is, dan is dat ideaal. Helaas hebben we geen concertzaal, dus anders zouden we het daar gedaan hebben. En ik ben heel blij dat we dat daarmee bevorderen. Bij mij thuis is altijd muziek. En er is altijd heel veel en belangrijke rol heeft dat gespeeld. En ik ben heel blij dat we dit zo kunnen doorgeven. Ik heb jullie net gehoord, klonk hartstikke goed. Hoe is het voor jullie om hier te spelen? Nou, we spelen hier voor de tweede keer. Het verleden jaar speelden we hier voor het eerst. Het was een hartstikke leuk succes. Dus we moesten nu wel even gas geven, wat beters maken. En ondanks de warmte en ondanks de kleine slippertjes door de warmte is het volgens mij hartstikke leuk gegaan. Het publiek is enthousiast, dus ik ben er goed gevoel over. Mooi, ik weet natuurlijk niet precies wat je met slippertjes bedoelt, maar ik ga er even vanuit dat je de snaren bedoelt. Ja, die bedoel niet de helemaal. Snaren. Wat gebeurt er met de warmte, met de instrumenten? Ja, de snaren en de toetsen, want we hebben natuurlijk nogal wat verschillende muziekinstrumenten. Dus die moeten allemaal natuurlijk wel geoefend en goed bespeeld worden bij het optreden. En hoe voel je je nou, nu het zo net de eerste set achter de rug is? Nou, de eerste set is altijd wel voorbij de meest stressvolle, als je dat zo mag zeggen. Want dan kijken of alles, of iedereen alles wel goed heeft onthouden qua stoppen en beginnen. En we ontlaat het wel een beetje. En dan gaan de volgende drie setjes die we spelen, gaan waarschijnlijk wat soepeler. Oh, he is the boy for me. Always knew that he would be. Though I never caught his eye. Every time he passed me by, he never had a glance for me. But I loved him from the start. And I told my eager heart, Hansie. Hansie is the boy for me. Yeah, Hansie is the boy for me. Nou, Hans vindt het vreselijk leuk. Het zit helemaal te stralen. Johan, we zijn op de kick-off van het Nova College. Wat kunnen studenten hier meemaken vanmiddag? Ja, de studenten die zijn hier met alle leerjaren van harte welkom om de opening van het schooljaar 2023 mee te maken. Met allerlei verschillende activiteiten. Met als belangrijk doel het samen zijn, saamhorigheid, de verbinding opzoeken met elkaar. En veel plezier beleven. Ja, maar ik zie hier een heleboel kraampjes en ballonnen en van alles. Wat beleven studenten die hier rondlopen? Ja, de studenten die beleven heel veel verschillende dingen. Ze kunnen kijken bij elkaar bij de verschillende opleidingen, wat ze doen, wat voor projecten er draaien. En natuurlijk de highlights van de opleidingen, zoals bijvoorbeeld omgang met drones of verschillende proefjes die ze doen bij laboratoriumtechniek en nog
ja, verschillende zaken met ICT, ook om dat te ervaren. Dus niet dat ze alleen hun eigen opleiding ervaren, maar ook verschillende andere opleidingen, omdat je met elkaar hier op de vestiging van het Novo College Laurens Bakelaan bent. Dat doen de opleidingen, maar we hebben ook verschillende activiteiten die ze kunnen doen, zoals een panna voetbal of hierachter met elkaar op de foto. Ze kunnen iets lekkers te drinken halen en te eten. Ja, allemaal om een bruisende start van de schooljaren te maken voor de student en ook voor de medewerkers natuurlijk. Nou, hoe dan ook, het is prachtig weer voor deze gelegenheid. Zeker weten. We boffen. We dwingen het natuurlijk wel elk jaar af, want het is de derde keer dat we het doen. En elk jaar is het mooi weer, dus fantastisch. Nou, je hebt verschillende activiteiten voor de studenten, zodat iedereen zijn eigen ding kan doen, zodat hij echt zichzelf kan zijn. We hebben een circusartiest, maar we hebben ook plekjes om rustig te zitten, om met elkaar te kletsen. Schaken staat op het programma. En met motorvoertuigen ook een stukje gaming van hoe kan je Max Verstappen nadoen. Dus verschillende activiteiten voor verschillende behoeftes. Voor ieder wat wils. Voor ieder wat wils. Galit, wat ga je doen op deze school? Ik hier opleiding voor mij, huistechniek. Ik moet leren hier. Ook vandaag mooi dag, mooi weer. Ja, wat vind je van vandaag? Mooi weer mevrouw, gezellig met mijn vriend en kijk, flesje hier, alles mevrouw. En heb je al gezien wat je leuk vindt hier op het terrein? Ja. Wat dan? Alles mevrouw hier. Je vindt alles mooi? Ja. Nou, dat is mooi. Dankjewel. Welke opleiding gaan jullie hier doen? Wij doen de opleiding kapsopleiding, salonmanager. We zitten nu in het tweede jaar. Wat vind je van zo'n dag als vandaag? Gezellig. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ja. En lekker warm. Ja. Wat vind je ervan dat school weer begint? Elke dag weer met de trein. Waar moet je vandaan komen? Alkmaar. Ja, ik Alkmaar. En Limmen. Ik kijk op zich wel uit naar nieuwe keuzevakken. Barbieren gaan we doen. Dus dat vind ik wel leuk. Dus kan je ook weer nieuwe dingen leren. En... Barbieren? Maar dat is toch voor mannen? Ja, klopt. We doen de opleiding meer voor vrouwen, maar je kan mannen erbij doen. Want er zijn ook vrouwen die bijvoorbeeld opscheer willen. Oh, en dan scheer je ook gezichten? Ja, ook. Ja. Mag ik je vragen, het is de open dag vandaag, of de kick-off, zoals het ook genoemd wordt. En je bent hier aan het schaken. Yep. Vertel eens, hoe kan dat? Nou, we hebben gewoon een plek om te schaken. Het is gewoon gezellig, lekker buiten de zon. Dan hoef je niet de hele tijd in de hitte te zitten. Gezellig gewoon. Ja, en wat voor opleiding ga je doen hier? Ik doe hier de ICT opleiding niveau 2. Is er enige connectie met schaken? Dat je gewoon goed moet nadenken op die manier? Nou, niet helemaal. Het is meer gewoon schaken helpt je brein stimuleren. En dat zorgt ervoor dat je beter kan denken. Ja. Creatievere oplossingen hebt voor dingen. Precies. Oh ja, dat begrijp ik wel. En lekker in de schaduw. Tuurlijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bekijk het maar. De gast die we vandaag hebben is er een die haar sporen in de muziek ruimschoots heeft verdiend. Ruim 32 jaar solo op dit moment. Daarvoor zat ze in de meest succesvolle band die Nederland ooit gekend heeft in Centerfold. Hun grootste hit in 1986 was Dictator. Mag ik u voorstellen aan Laura Fiji. Hallo. Hallo, wat fijn dat je er bent. Voor mensen die het niet weten, je bent van een Nederlandse vader, van een Egyptische moeder. Je vader was directeur van Philips, moet ik het goed zeggen. Jouw moeder en vader was voor hun beide tweede huwelijk waaruit jij na 10 jaar oefenen geboren bent. Ja. Mag ik het zo zeggen? Ja, nou, dat is ook zo. En toen bestond het uit een gezin van 4 dochters en 2 ouders, die toen jij 4 jaar was naar Uruguay verhuisden, ja. Omdat jouw vader daar naartoe werd uitgezonden. Wat voor gezin was dat gezin Fiji? En heb je de naam van je moeder? Want je vader heette geen Fiji natuurlijk. Ja, mijn vader heette Fiji. Ach, echt waar? Ja, het is mijn meisjesnaam eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En waar komt die naam vandaan dan? Zwitserland. Mijn vader's voorouders waren Zwitsers.
Oké. Okay. Ja. Goed. Ja, ja. Dus dat is ook opgelost? Dat is ook opgelost. Ja. Wat voor gezin? Ja. Nou, het was maar een gezin met alleen één dochter. Want mijn drie zussen waren inmiddels, we schelen, 20 jaar met elkaar. Oké. Okay. Dus toen ze trouwden, toen waren hun kinderen rond een jaar of 10. 10 jaar later kom ik, toen waren die al allemaal gevlogen. Ja. Studeren, getrouwd. Dus ik was eigenlijk enig kind, zo ben ik eigenlijk opgegroeid. Oké, okay. En dan ga je als meisje van 4 met je ouders naar Uruguay. Ja. Omdat je vader daar een nieuwe fabriek moet opzetten. Hoe gaat een meisje van 4 naar school, die Nederlands spreekt, de Spaanse taal moet leren, et cetera? Ik sprak inderdaad wel een beetje Nederlands op mijn 4e. Maar ik ben Franstalig opgevoed. Hè. Ik sprak altijd Frans met mijn moeder. Thuis, met mijn zussen, sprak ik nog steeds Frans. En dan ga je naar Uruguay en dan als 4-jarige, je bent een spons. Hè? Je bedoel, Spaanse taal, dat heb je binnen 2 maanden door. En dan ga je naar school, maar je wordt gebracht met een chauffeur. Want mijn vader was natuurlijk hoofddirecteur en dat is een chauffeur. We hadden een inwonende kokkin en een huishoudster. En het was best luxe. Ja. Allemaal. Dus je bent nooit iets tekort gekomen op nooit, dat gebied? Nee, absoluut niet. Hoe heb je je tijd ervaren in Uruguay? Ja, geweldig. Hè? Want vanaf je 4e... Montevideo, de hoofdstad? Montevideo, ja. Daar woonden we. Vanaf je 4e begin je dingen te herinneren. Hè? Voor mijn 4e heb ik geen idee. Je woonde vlak aan het strand. Dus je ging naar het strand. Je ging met je ouders overal naartoe. We gingen naar Brazilië. En daar kochten we dan bijvoorbeeld vlees in. Of daar gingen we carnaval vieren. En ja, het was gewoon echt een geweldige jeugd heb ik gehad. Zat het er van jongs af aan in dat je zangeres zou worden? Was dat... Ik denk het wel. Ik bedoel, de muziek zat altijd al in mijn lijf. Mijn ouders die hielden heel veel van muziek. Mijn moeder was helemaal gek met de Franse chansons. Aznavour, Gilbert Bécaud. Maar ook met Michel Legrand. Dus dat heb ik allemaal binnengekregen. Zette je de radio aan, dan was het natuurlijk Spaanstalig en Braziliaanse muziek. Dus mijn ouders vonden de crooners ook, hè, Sinatra, Elvis Presley. Ik heb dat allemaal zo opgezogen. En in al die jaren opgespaard, totdat ik het natuurlijk zelf ging doen. Maar jouw vader had het nooit goed gevonden? Nee. Mijn vader was best wel streng. Hè? Er was een regime thuis. Zijn kinderen zingen, dat is toch geen beroep? Oh, nee. Studeren? Nee, je moest studeren. Kijk, mijn moeder was buikdanseres. Ja. Maar op het moment dat zij met mijn vader ging, was het natuurlijk over. Hè? Het is not done, hè? Buikdanseres met een directeur van Philips. Dat gaat natuurlijk niet. Dus al die kostuums... Maar iedereen kent dat verhaal inmiddels natuurlijk. Ja, maar al die kostuums moesten allemaal de deur uit. En ze heeft er dus eentje bewaard. En die heb ik dus nog. Het ding is dus inmiddels 80 jaar oud. Oh, wat dat grappig. Staat overigens ook in het boek. Oh ja, maar daar gaan we het zo over hebben. Ja, 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 ja. Prachtig dus, boek. Dus dat moest ze mee stoppen natuurlijk. Ja. Hè? Ze moest de gastvrouw wezen. Overigens, geweldige gastvrouw was ze. Hè, er kwamen heel veel collega's van hem. En er waren feesten bij ons thuis. Dus dat moest mijn moeder allemaal verzorgen. Ja. En dat ging dat prima. En dat ging prima. Goed, uiteindelijk ben je een jaar of 25. Je zal al wat gezongen hebben toen, voor die tijd. Maar toen kom je bij de groep Terra, was het zo? Terra. Ja, ja. Hè, waar je 2 bescheiden singeltjes mee opnam. Ja, er waren 2 producers. Richard Dubois en Peter van Asten. Ja. En dat waren de producers van de Dolly Dots toen in de tijd. Ah, ah. En die bedachten Terra. En het waren 3 dames en een heer. En ieder vertegenwoordigde een ras of een continent. Dus we hadden een Surinaams meisje. Nou, we hadden een Chinees meisje. Ik vertegenwoordigde het Arabische ras. En een jonge blond met blauwe ogen. Nou, Europa. Ja. Europa. En dat was Terra, aarde. Okay. Nou, en dan hadden we 2 zomerhitjes, kleine zomerhitjes. Maar echt optredens, die bleven maar uit. En toen, nou, het was niet succesvol. Nee. En toen bedachten ze om Centerfold. Dat bedacht hetzelfde team weer? Ja, ja. Ja. Samen met John de Mol. Toen okay. In de tijd, ja. Want daar zaten we bij het management.
En dat moest een sexy meidengroep worden. En ze haalden mij eruit. Terra ging ter aarde. Ging naar Terra. Ja. En daar hebben we audities gedaan. En daar kwam Rowan Moore en Cecilia de Larie. En dat werd Centerfold. Oké, okay. Cecilia is eruit gestapt na een paar Cecilia jaar. Cecilia is na 5 jaar eruit gestapt. Ja. Daar kwam Sandra Noach voor in de plaats. En na 1,5 jaar overleed zij. En dat vonden we dus toch echt een beetje macaber om nou weer iemand anders te zoeken. Dus toen hebben we gezegd van we stoppen ermee. Maar Rowan en ik, we hebben altijd met een band willen optreden. Ja. Met Centerfold was je in discotheken en dan trad je op voor het leger. Maar altijd met zo'n soort orkestband. Ja. En nu wilden we gewoon echt lekker met een band. Zoals Lois Lane, dat vonden we wel wat. Ja. Dus we stelden een band samen. En dat werd The Backlot. The Backlot. En er werd heel veel mee gerepeteerd, maar geen enkel optreden. Dus ook dat was niet succesvol. En toen hebben we gezegd van nou stoppen we ermee. Ja, ja, in ieder geval was Centerfold een van de meest succesvolle hits van bands van Nederland. Ja. Jullie hingen boven menig jongensbed. Ja, nog hoor. De centerfolds van diverse bladen hingen als centerfold boven de bedden. Ja. En de nog, zijn je zegt nog. Ook oudere mannen hoor. Ja, is het zo? Ja. Dat hebben jullie wel bereikt. Werden jullie een beetje geleefd of leefden jullie als groep jullie eigen? Nee, ik denk dat we alle drie heel veel enthousiasme hadden. We werkten heel erg goed samen. We kozen ook de nummers samen. Wij beslisten samen alles. De kleding, de dansjes en alles. Maar wie choreografeerde die dansjes? Deden we zelf. Deden jullie dat zelf? Ja, deden we allemaal zelf. Ja. Ken je ze nog? Ik ga niet vragen of je het wilt doen hoor. Maar nee. Als je eraan denkt, denk je, oh ja, bij dat nummer, dat ging zo. Ja. Nou ja, vooral bij Dictator. Hè. Daar hadden we echt een hele typisch dansje. Dus ja, dat. Oké, dus jullie waren ook een beetje choreografisch onderweg. Ja. 91 werd Centerfold eigenlijk opgeheven. Ja. En jij bent solo gegaan. En in samenwerking met Ruud Jacobs produceerde jij je eerste echte album, ja. Introducing. Ja, het is natuurlijk eigenlijk ontstaan al tijdens Centerfold. Dat we in Zurich optraden en in de discotheek. En na het optreden gingen onze manager en ik terug naar het hotelletje. En toen zat daar een jazz triootje te spelen. En dan heb ik gewoon een liedje meegezongen, All of Me. En toen wat een grappige titel. Ja. Ik zie het hier staan toevallig. Ja, ja. Nou ja, het gekke is van het boek, dus All of Me is het ontstaan van mijn solo carrière. Maar in het boek lees je ook All of Me, alles van mij. Ja, alles van jou. Dus het is een leuke woordspeling. Maar goed, dus je vroeg die heeft ervoor gezorgd dat ik later dus de eerste cd mocht maken. Ik ben eigenlijk door hem ontdekt. Met Ruud Jacobs, ja. Chantou Tielemans. Ja. Nou, noem naar de meeste. Philippe Catherine en toen bij de tweede. En dat was een klein budget natuurlijk, want je zit in een heel klein studiootje in Brussel. En je krijgt maar weinig geld, want ze hadden er niet zoveel verduzie in, hè, bij je fonogram toen. Dus dan mag je dan een cd'tje maken. En het werd een enorm succes, waardoor je cd nummer 2 en 3 naar Londen vertrekt met het London Philharmonic. En dat kon allemaal niet op. Ja, dat krijg je dan. Hè? Ja. Het is ongelooflijk. Maar goed, na 32 jaar, toen dacht je van, nou moet er maar eens een boek komen. Ja, nee. Het kwam niet eigenlijk in me op, alleen COVID heeft me daarbij geholpen. Oké. Okay. Ja, je hebt 2 jaar lang niks te doen, hè? Nee, ja, nee, zoals, voor vele mensen viel het letterlijk het doek. Ja, echt. Ja, en ja. Ik weet dat heel veel huisvrouwen toen zijn gaan opruimen en schoonmaken en weggooien. En dat je dan tegen een doos aanloopt vol met foto's. En dan ga je die foto's bekijken en dan realiseer je op dat moment hoeveel je gedaan hebt. En dan komt het in je op te, goh, ik zou hier wel een boek over kunnen schrijven. Nou, heb ik gedaan dus. Ja. En ik had er 2 jaar de tijd voor, dus perfect. Ja, dat wist je van tevoren ook niet toen je eraan begon. Nee. 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 En dat maar er zo ontzettend foto's, veel werk hè? Is. Ja. Want, ik bedoel, natuurlijk, je weet wat leuke verhalen te herinneren. Maar door die foto, oh ja, dat heb ik ook nog. Oh, dat was leuk. Oh, en toen gebeurde dat. Ja, en ja. Up, dan ga je het opschrijven. Ja,
Ja. En je bent begonnen met schrijven chronologisch, hoe je leven in elkaar zat? Helemaal. Het begint echt op het moment dat mijn ouders elkaar hebben leren kennen. Dus mijn moeder was aan het buikdansen, mijn vader komt de club binnen, hij raakt op slag verliefd. Het begint met een sprookje. Het begint met een sprookje, ja. Maar zo eindigt het toch ook eigenlijk. Het is nog steeds een sprookje. Het is nog steeds een sprookje. Ik zit nog steeds in de wolken. Maar goed, je bent geen auteur en een verhaal schrijven is een ander kunstje dan zingen. Ja, maar ik wilde ook zo opschrijven zoals ik iemand dat verhaal zou vertellen. Simpel, ja. Geen ellenlange zinnen, begrijpend, kort, bondig, krachtig, klaar. Het is ook een boek met een positief karakter. Er wordt niemand onderuit gehaald. Er wordt niet gekift op wie dan ook. Gewoon, dit is wat ik gedaan heb in al die jaren. Leuk. Nou heb ik gezien dat het boek... Zal ik hem even laten zien? Want ja, 2,6 kilo, hè? Ja. Kijk, dit is hem. Een enorm boek met prachtige foto's. Het is echt heel zwaar. Ja, 2,5 kilo. Ja. En hij is 26 bij 37. En heb je ook in het klooster gezeten eigenlijk? Nee. Maar nou, ik zag je toevallig. Ja, maar nee, dat was weer een ander verhaal. Oké, sorry hoor. Ik heb 200 pagina's en 300 foto's zitten erin. En een verhaal. Ja, heel veel verhalen, heel veel anekdotes. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat andere mensen ook verhalen hebben verteld over mij. Hoe hebben zij het ervaren om met mij te werken of om mij te ontmoeten? En, mensen die jij gezegd, oh, daar heb ik mee gewerkt, daar heb ik mee, die ga ik vragen of die ook een stukje willen schrijven. Ja. Oké, maar ik zag ook dat het allemaal all of niet in het Engels is. Ja, het is een internationaal boek. Het moet gewoon wereldwijd te krijgen zijn. Ja. Leuk, maar die Chinezen lezen geen Nederlands. Dus nee. Oh. Ja, dus het moest vertaald worden. Ja. En nou kan ik aardig Engels schrijven, maar ik wilde gewoon iemand die daar... ten eerste al geen Nederlander. Het is een buitenlander. En dit een Amerikaan of Engelsman of wat dan ook. Die wel in Nederland woont, dus onze gewoontes en onze uitspraken heel goed kent, maar ze heel goed kan omzetten in het Engelstalige. Ja. Toevallig is die ook nog eens een keer zelf een artiest met heel veel humor. Dus Jimmy Hutchinson heeft het vertaald. Jimmy Hutchinson. Ja. Ja, voor mij bekend. Ja. En anders moeten mensen maar even googlen als ze hem niet kennen. Geweldig pianist, geweldig inspirator, zanger, acteur en een geweldig man met een hoop humor inderdaad. Absoluut. Ja, dus zo is jouw boek in ieder geval tot stand gekomen. Nou, tegenwoordig wordt er in Frankrijk enorm geprotesteerd op dit moment, omdat de pensioengerechtigde leeftijd naar 64 jaar moet. Ja, je begint al een beetje te lachen. Ik begin heel te lachen. Ja. Ze zijn ook zo lui, hè? Ja. Ze zijn zo lui. Nou, hier is het 67. Jij wordt dit jaar 68. Ja. En dan denk ik, Laura, wil je nog of moet je nog? Nee, ik wil nog. Je wil moet nog. Er niet, zeker niet. Nee. Kijk, ik ben dit vak ingegaan als een hobby. Ja. Ik heb met heel veel plezier wilde ik dit heel graag doen. Ja. Ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Kijk, wordt het saai en wordt het een sleur, dan zal ik er waarschijnlijk mee stoppen. Maar ik denk dat ik de leukste job heb ter wereld. En waar komt die positiviteit vandaan dat je echt de leukste job ter wereld hebt? Ja, je kan zoveel doen, hè. Ik bedoel, in mijn carrière heb ik, behalve dus gezongen en op plaatjes gemaakt, heb ik ook in een musical gestaan. Ja. Ik heb nu dat boek Victor geschreven. Victor Victoria in Singapore. Ja. Die kansen krijg je niet zomaar als je op je kantoor gaat zitten. Hè? Je noemt Singapore. Ja. En in Nederland weet ik in ieder geval, want ik volg jou, dat je optreedt overal in hotels, in zalen, weet ik veel waar. Maar jouw populariteit in Azië is vele malen groter dan hier in Nederland. Ja. Hoe komt dat? Ik denk dat komt omdat de manier waarop... Ten eerste de keuze van liedjes, hè, dat zijn allemaal... Ik zing eigenlijk overwegend covers. Ja. Aziaten zijn heel erg emotioneel. Ze tonen het niet, maar ze hebben het wel degelijk. Ik zie ze nooit huilen, nee. En het is heel veel liedjes zijn heel emotioneel. Wat ik ook heel erg bewonderenswaardig vind, is dat
Ik heb in Azië een veel jonger publiek. Veel jonger. Er zitten zelfs studenten. Ongelooflijk. Die dus van jazz houden, van Latin. En zij kennen elk nummer. En het is een deel van hun opvoeding. Dat vind ik juist zo fantastisch. Als wij onze kinderen niet vertellen wie de Beatles zijn, dan hebben ze geen idee. Nee. Zij leren van in 1920 was in China, was dat de zangeres die we... Dat krijgen ze mee. Mm-hmm. Dus als ik een heel... Ik zing ook in het Chinees trouwens. Ja, ik wilde het benoemen, maar... Ja, en dan als op het podium zing ik absoluut één of twee nummers in het Chinees. Ik zie die jongelui... En het zijn nummers uit 1920, 1930, hè. Jongelui, die zingen van begin tot eind mee. Ja, het is gewoon een deel van hun opvoeding. En dat vind ik zo mooi. Ja, ja. Ja, ik wou zeggen, ik heb twee nummers, of twee cd's, twee albums, waaronder... Mag ik zeggen wat voor mij het mooiste album is, van jou? Ja, ja. Jouw mooiste album, wat ik het mooiste vind. Ja. Dat is The Best Is Yet To Come. Big band, yes. Ja, met een big band. Ja. En ik zeg altijd tegen mijn vrouw, dan is het net of Laura naast me zit, die big band zit achterin en jij aan het zingen. En dan, moet ik alleen mijn gaspedaal in de gaten houden, dat ik niet te diep intrap. Maar... En het wordt een beetje druk in je auto. Het wordt heel druk in de auto. Met 18 man achterin. 18 man, oké. Okay. Ja, ik ben dus meestal 18 man. 18 man, oké. Okay. Ja, nou, ik heb een grote auto. Goed, maar dat terzijde. Als je het prachtige boek wat hier voor ons ligt doorbladert. Ja. Waar prachtige foto's en leuke verhalen en mooie verhalen in staan. Vraag ik me af, goh Laura, dan ben je bijna 2 jaar bezig om zo'n boek samen te stellen, foto's uit te zoeken, teksten te schrijven, mensen te benaderen die er... Oh, ik zie je hier toevallig met onze koning, toen nog zeker aanstaande koning. Ja toen was hij nog prins, toen had hij net Maxima leren kennen. En dit was in Japan, voor de viering van het 400-jarig handelsdelegatie Japan en Nederland. Aha. En daar was hij en ook natuurlijk de kroonkeizer van Japan. En daar trad ik daar op. Ja, kroonkeizer, niet de kroonkoning, de kroonprins, het kroon... Oh. I don't know. In ieder geval de opvolger. En daar trad ik dan op met het marinierskapel der Koninklijke Marine op dat feest. En daarna sprak ik hem. En hij had net verkering met Maxima. En ik had natuurlijk in Spaans gezongen ook. En toen vroeg ik aan hem van... En? Hoe is het met uw Spaans? En wat zei hij? Hij is nog aan het leren. Hij is nog aan het leren, okay. Maar hij weet het nog. Hij weet het nog, hè? Want ik ben natuurlijk bij het uitbrengen van dit boek in Zeist. Ja. Daar ben ik geridderd. Ja. Dus misschien wist hij het nog. Oh ja, dat zei je op het podium, zei je dat. Dat hij dat dan nog weet, Ja, godsamme, ja, leuk. Hij kwam er wel laat mee, wou ik nog roepen. Dat, ja, maar hij moest wachten tot hij koning dat was. Dat is waar. Nu 10 jaar. Ja. Oké, maar ik vroeg eigenlijk aan jou, wat is jouw mooiste herinnering of het meest dierbare moment of het leukste verhaal als je dit boek waarmee je zo lang bent bezig geweest doorbladert, dat je denkt, nou dat is wel een verhaal wat het meeste indruk op mij gemaakt heeft. Ja, ik denk dat... Alle verhalen zijn natuurlijk uit periodes en situaties. Ja. En die zijn allemaal blijven hangen uiteindelijk. Dus ze zijn allemaal dierbaar voor me natuurlijk. Ja. Want het waren allemaal evenementen in mijn leven die ik dan eigenlijk bijna herleef hier. Ja. Het spelen met bepaalde mensen, het ontmoeten van bepaalde mensen. Het feit dat een Michel Legrand voor mij een nummer schrijft. Nou, dat vond ik echt een eer, want dat heeft hij nooit voor iemand persoonlijk gedaan. Ja. En dat ik gevraagd word om de hoofdrol te spelen in een musical in Singapore, vind ik ook een eer, vind ik helemaal geweldig. Nou ja, wat ik ook heel mooi vind aan die musical Victor Victoria, is dat de film is met Julie Andrews. Ja. En een van de grootste actrices uit Engeland, Mary Poppins heeft ze gedaan, Sound of Music heeft ze gedaan. En dat jij die rol mag doen die zij gespeeld heeft. Overigens geschreven door haar man, die musical. Hoe heet hij nou ook alweer? Jay Edwards? Blake Edwards. Blake Edwards, ja. Waarmee ze getrouwd is. Ik weet niet of de goede man nog leeft. Maar dan denk ik, het lijkt me wel een enorme eer als je
Ook die foto's van Victoria dus staan er ook in dat boek. En de artistic director, dat was een vrouw uit Singapore, die belde me, tenminste die mailde mij of ik dat wilde doen. Nou ben ik hier in Nederland vaak genoeg gevraagd, hè, voor musicals. Wat ik wel heel erg jammer vind, is dat dan vertaald wordt in het Nederlands en het verliest zoveel dat ik eigenlijk altijd gepast heb. Ja. Maar dit was voor mij, ja, het was een Broadway-productie. Ja. Een productie met een 35-man orkest en het was echt groot. Maar ik denk, was het van 9 weken of zo dat je dat deed? 1 maand. Oh, 1 maand. 1 maand. 1 maand. 1 maand, that's it. Maar fantastisch. Ja. Als je nu gevraagd zou worden... Nee, niet meer. Nee, niet in Singapore, in Nederland. Nee, nee. Maar in de originele, met de originele teksten? Ja, als de, kijk, ik ben best wel fit, hè, maar ik ben ook op een leeftijd waarop je echt het constante... Dit was dus dansen, zingen, rennen, alles tegelijk. Ja, ja. Dat trek ik gewoon maar niet als meer. Je een easy part in een leuke musical mag doen, waar je ook nog 3 of 4 liedjes mag zingen... Ja, dat zou ik wel doen. Ja? Zeker. Oké, okay, nou, dus als ze kijken... Mag ze bellen? Mag ze bellen. Oké. Hoe kun je jouw boek omschrijven? Een thriller is het niet. Nee. Maar is het een biografie, een autobiografie? Ja, vraag ik expliciet omdat ook andere stukjes voor je hebben geschreven. Nou, het soort boek is sowieso een koffietableboek. Ja. En dus het is een boek wat je dus eigenlijk altijd kan van gaan lezen. Een stukje of een hoofdstukje. Ja. Of, en dan weer neerleggen en dan bladeren naar foto's. Het is ook biografisch natuurlijk, want ik begin natuurlijk al voor mijn geboorte. Het gaat mijn hele mijn leven door tot aan COVID eigenlijk. Tot aan COVID. Ja, tot aan COVID. Het is een prachtig boek geworden. Als mensen geïnteresseerd zijn... laat ik eerst nog even vragen. Je hebt natuurlijk heel veel mensen... die er niet meer zijn, staan in dat boek. Maar alle mensen die erin staan, die er nog wel zijn... zijn die ook op een bepaalde manier geïnformeerd van... jongens, er komt een boek aan van Laura, jullie staan erin? Of, Sowieso iedereen die daar wat in geschreven heeft. Hè, dat zijn ook buitenlandse mensen, die hebben er ook in geschreven. Die hebben er eentje gekregen. Maar ik ga niet... Ik had er ook wel wat in willen schrijven, hoor. Nee, ik ga niet iedereen bellen van... nou, je staat erin, hoor, met een foto. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Maar goed, alle mensen die zijn wel zoveel mogelijk op de hoogte gesteld. Althans, dat moet je er dan inzetten. Dat je je best hebt gedaan om alles te achterhalen. Ja, dat was een beetje lastig, want van sommige foto's... Oh, met Charles daarvoor, ja, sorry hoor. Ja, volgens mij hing die in je kantoor, deze foto. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. En dit was ook in China... Want ik trad daar op en hij kwam naar mijn concert. Hij kwam naar China voor jouw concert? Hij was in China voor een... Of, niet voor een optreden, ja. Misschien, ik weet niet meer. Hij was wel in China en hij zat bij mij op in... Maar dat is ook weer bijzonder om zo'n man, een grootheid uit Frankrijk, te ontmoeten. Die, En toen zijn we gaan eten en ik heb hem meerdere keren gezien. Want toen hij de laatste keer optrad hier in Nederland... Ja. Toen ben ik ook even naar hem toe gegaan. Ja. En ik hoor van heel veel mensen... Kijk, de stem was het niet meer, maar je gaat voor de grootheid die er staat. Tuurlijk. Ja. Het is een charisma. Het is wat opkomt. Hij heeft je meteen te pakken gewoon. Ja. Nou, als mensen dit boek willen bestellen, Laura... Het ligt niet in de boekwinkel. Nee. En het is maar een limited edition. Het is een limited edition. Dus degene die hem wil hebben, moet hem dus echt alleen bij mij bestellen. Ja. En dat kan via mijn website. Dus www.lauravici.com. www.lauravici.com. Dat is het eigenlijk. Ja. En daar is een kopje van boek bestellen. Laura bellen. Ja. 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 En dan kan je erop klikken. En dan kan je mij, daardoor kan je mij dan ook mailen. Oké. Nog even wat. Op toneel, nu ook, draag je de meest prachtige kleding. Ja. Maar echt. En dan denk ik, wat ziet ze er weer geweldig uit. Als je dit boek doorbladert, dan zie je jou ook in de meest mooie creaties voorbij. Oh, ik pak net eentje waar je met de vuilniszakken zit. Sorry, dat was weer in het buitenland. En dan ga je natuurlijk in Azië altijd even naar een nachtmarkt. Oké. Maar goed, je komt op in de meest mooie creaties het podium op. En dan denk ik van, goh, zou ze nou een stylist hebben of een ontwerper die dat speciaal voor haar maakt?
Ik heb natuurlijk wel iemand waar ik heel veel bij koop of leen. Dat is Shaila de Vries. Want ik vind dat die vrouw gewoon voor mij perfect ontwerpt. Ja. Verder het stijlen. Nou ja, goed. Ik zoek natuurlijk wel iets uit. En zij komt met suggesties. En ze heeft ook wel dingen specifiek voor mij gemaakt. Hmm. Dus ja, Shaila is voor mij... de Shaila. Eigenlijk zou ik nog willen vragen, als je morgenochtend wakker wordt en je hebt een nieuw talent bij, wat voor talent zou dat moeten zijn? Ik denk dat, en dat heb ik ook altijd gezegd, als ik niet zou zingen, zou ik wel altijd iets willen doen wat creatief is. En ik denk dat dat tuinarchitectuur is. Het creëren van mooie tuinen, ja. Je werkt graag in de tuin? Ik werk heel graag in de tuin, ja. Nou, dat is leuk. Als je iemand zou mogen bedanken, wie zou je dan bedanken? Nou ja, ik denk dat ik gewoon echt mijn man moet bedanken voor zijn steun. En hij staat altijd achter me, doet heel veel dingen voor mij. Hij zit gewoon in het zonnetje. Ja, hij zit hoort in het zonnetje. Niet. Kijk, hij zit daar hoor. Oké, heel stiekem gaan filmen. Zit hij in het zonnetje. Maar hij, het is echt een man waar ik op kan bouwen. En, ja, het is je steun en toeverlaten en een aanvulling naar elkaar. We zijn bijna 33 jaar getrouwd, dus dat moet toch iets... Ja, er moet iets zijn. Ja, moet iets zijn. Nou, Laura, dan wil ik jou enorm bedanken voor je komst. Ja. Ik wil je heel veel mooie muzikale jaren toewensen, samen met Sjaak en je kinderen. En nog een hele mooie toekomst, whatever it may be. We gaan nog even door. Oké. Dankjewel. Bedankt voor het kijken en wat mij betreft heel graag weer tot een volgende aflevering van Bekijk het maar.